Het valt soms nog niet mee om weg te komen met een geladen vrachtauto. En toch gingen ze vandaag de weg op. Het was best wel een slipperigje, links en rechts. Een beetje glad en sommige plekken waren helemaal niet zuiver. En dan is het wel opletten. Heb je eigenlijk winderbanden? Nee, we hebben wel grote wielen, maar best wel veel profiel. Dus daar valt eigenlijk in principe best wel mee. Bij Baatse Internationaal Transport in Veldhoven doen ze aan speciaal transport. Met 45 vrachtwagens rijden ze vooral van en naar Duitsland. Daar waren vandaag flink wat problemen. Een groot deel van het wagenpark is wel vertrokken vanmorgen. Inmiddels een tiental auto's gestrand, met name in Duitsland. Ja, veel voertuigen staan inmiddels te wachten in beladen toestand of onbeladen toestand om te mogen gaan rijden. Autoriteiten die zullen daar beslissingen over moeten nemen of het rijverbod opgegeven wordt, ja of nee. De barre weersomstandigheden zorgen niet alleen voor veel ongemak, maar ook voor een financiële strop. Alle uren die je chauffeur onderweg staat te wachten, die dien je te betalen. Hè? En de klant zegt gewoon, ja jongens, kan ik niks doen, dat is voor jullie overmacht. En zie maar dat je op tijd hier bent en ik heb er geen begrip voor en ik betaal er zeker niks meer voor. De schade wordt vergroot omdat de autoriteiten over de grens veel te snel wegen afsluiten, vindt Van Roosmalen. Dat is eigenlijk belachelijk, hè? We betalen met z'n allen heel veel wegenbelasting. We betalen in Duitsland mout. Wat is mout? Mout betaal je per kilometer om gebruik te mogen maken van de autosnelweg. Afhankelijk van wat voor type voertuig dat je hebt, is daar een lager of een hoger bedrag per kilometer. En wat doen die Duitsers vervolgens? Die zeggen gewoon van, ja jongens, het is niet om te rijden, dus zet je auto maar aan de kant en ga hier maar staan te wachten. Dus dan kun je eigenlijk ook afvragen van, wat doen we nou eigenlijk met dat geld? Maar voorlopig gaan ze bij Baatse nog gewoon de weg op, want in Nederland reed het vandaag prima door.